zomaar mensen in nood helpen. Dat deden Jelle en Jeltje de Vries uit Oudega. Op hun boerderij mochten mijn oom, mijn opa en mijn oma onderduiken. En het hele dorp wist ervan. Mijn 2-jarige oom kon gewoon vrij rondlopen. Pas later heb ik begrepen hoe moedig het is geweest van deze jonge boer en boerin dat ze zomaar wildvreemde mensen in huis hebben genomen. Met gevaar voor eigen leven. Helaas hebben de meeste van mijn familieleden dat geluk niet gehad. Zonder Hyde MM waren wij er niet geweest. Op 4 mei zijn wij 2 minuten stil. Jij toch ook?